Wij zijn Koen, Harten en Wart, drie broers uit Vlaanderen. We zijn opgegroeid in een gezin waar muziek maken werd aangemoedigd en folkmuziek nooit ver weg was. Sinds 2010 maken we samen instrumentale muziek onder de naam Triadoren. In de periode dat we muziek aan het maken waren voor onze nieuwe plaat, zijn we op zoek gegaan naar een inspirerend verhaal rond te werken. Die zoektocht bracht ons bij een Radio 1-productie uit 1983 over vissers die naar IJsland trokken in de 18e eeuw. Een van die vissers was August, die meer dan 33 van die gevaarlijke reizen overleefde. We waren alle drie enorm onder de indruk van August zijn verhaal en het deed ons enerzijds beseffen hoeveel geluk dat we hebben door elke dag te kunnen doen wat we graag doen, muziek spelen, maar ook hoe wilskracht bergen kan verzetten. Niet opgeven is in alles wat we doen nog steeds het belangrijkste element om ergens te geraken, ook voor ons als band. Ook de ontmoetingen en verhalen on the road blijven een grote inspiratiebron. Ondanks het feit dat we instrumentale muziek spelen, willen we elk nummer een verhaal vertellen. Het resultaat is een combinatie van ons akoestisch geluid en soundscapes die ons gevoel bij elk verhaal versterken. We hebben alle muziek samen geschreven en gearrangeerd. Samenwerken als broers is vaak intens, maar onze uitgesproken meningen brengen ons steeds naar de pure essentie, zonder dat we compromissen moeten maken. De nieuwe plaat is opgenomen door Jeroen Gerink in Studio Trad, een plaats waar we ons altijd welkom voelen en waar dat fijn is om te werken. Jeroen is zeer gepassioneerd, gedreven en heeft veel ervaring. Niet alleen als studiotechnieker, maar ook als muzikant en producer. We zitten ook echt op dezelfde lijn, vooral door zijn moderne visie op folkmuziek. Vanaf de zomer staan de tours gepland in verschillende landen om de nieuwe plaat voor te stellen. Kijken we naar uit om terug samen op de baan te zijn en onze nieuwe muziek live te spelen. We hopen jullie binnenkort te zien op een van onze concerten.